Volgens premier Rutte moet hij stoppen met verdachtmakingen aan de regering over dat MH17-onderzoek. Maar CDA-kamerlid Pieter Omtzigt laat niet los. En dat allemaal tot woede van de premier. Maar de gedachte dat dit kabinet, en ik heb dat steeds in de media teruggelezen, dat wij vanwege de handelsrelaties met Rusland, of de gezellige contacten met Oekraïne, of omdat we dingen geheim willen houden, dat wij dingen zitten toe te dekken, dat wij dingen in doofpotten zitten te doen waar het betreft MH17, is totale nonsens. Ik had dolgraag op al deze onzin-insinuaties gereageerd de afgelopen 2 jaar, die mij ook persoonlijk regardeerden. Maar ik heb maar 1 doel, en dat is de mensen, de nabestaanden, maximale kans geven dat wij gerechtigheid krijgen. En daarom hou ik me in. Maar ik heb genoeg van deze onzin. Ja, speelt het kabinet een stoppertje of ziet de heer Omtzigt spoken? Nou, hier doet Rutte een debattruc. En dat is eerst legt hij mijn woorden in de mond die ik helemaal niet gezegd heb. En daarna zegt hij, daar neem ik afstand van. En welke woorden met name? Doofpot, dat hij dingen aan het verbergen was. Ik stelde een paar scherpe vragen. Een van de zaken is dus een onderzoek geweest naar het handelen van de regering. En wij wilden weten hoe dat onderzoek gedaan zou worden voordat het onderzoek begon. Want alle ministers van Nederland, waaronder Rutte, Opstelten en Timmermans, zijn geïnterviewd. En wij wilden weten hoe dat zou gaan. Achteraf kregen we de protocollen. En daarin stond dat het parlement de interviewer nooit mocht inzien en dat daarmee het onderzoek afgerond was. Toen zei ik, maar wat is dit nou? Zelfs bij een parlementaire enquête, als die er ooit komt, kunnen wij niet zien wat de regering gedaan heeft. Moet die er ooit komen trouwens, die parlementaire enquête? Nou, ik hoop het niet, maar ik houd er wel rekening mee. Is de kans steeds groter geworden nu het al zo lang duurt? De kans wordt niet kleiner, maar dat soort vragen kun je eigenlijk alleen beantwoorden na afloop van het politieonderzoek. En als er een rechtszaak geweest is voor die tijd, kun je natuurlijk geen parlementaire enquête. Terug naar de premier, die ongewoon fel was voor zijn doen, zeker in het openbaar. En de premier die zei ook, die sprak het door doofpot. En u had het niet genoemd, Louis Bontes had het daar wel over, collega. Nee, die had het daarna over. Die had het daarna zelf over. Dat is het interessante daaraan. Hij begon ermee, grappig, ja. Want wat hij deed, was, er werden heel veel vragen gesteld. En aan het begin van zijn betoog zei hij maar 1 ding. Nou, ik heb hier 3 ministers. En hij zei, die minister gaat dat beantwoorden, die dat. En ik ga alleen maar vragen over de geheime diensten beantwoorden. Nou, je weet hoeveel antwoorden een premier over de geheime diensten kan geven. Dat zijn er erg weinig. Ja. Dus de eerste keer dat Rutte, in een plenair debat over MH17 stond, meer dan 1,5 jaar na het neerhalen. Hè. We hebben 10 debatten met Van Rijn over PGB's, maar we hadden de 0 gehad met Rutte over de MH17. Zegt hij gewoon, ik ga mijn beantwoorden in een kwartier doen. En daarna een kwartier doet hij dit. Niet vrij. Het woord doofpot is in ieder geval wel of niet op zijn plaats? Of zou Robert van der Roer dat wel eens in mond nemen? Nou, ik geloof niet in doofpotten. Als oud-journalist denk ik dat je moet uitkijken voor complottheorieën. Ja. Maar er is wel ongelooflijk veel angst aan de kant van de Nederlandse regering. Ja. En als je het hele traject nog eens doorloopt, dan kun je zeggen dat de Nederlandse regering in dit drama weinig goeds heeft gedaan. Behalve misschien het organiseren van die momenten van met de nabestaanden. De aankomst van de slachtoffers. Dat hebben ze waardig gedaan. Je zou bijna zeggen, de emotionele afhandeling hebben ze goed gedaan. Ja, maar hebben ze het niet goed gedaan. Nee, dus de rouwverwerking hebben ze goed gedaan. De politieke kant, de transparantie is eigenlijk niet aanwezig. Maar op welk gebied dan met name niet? Nou, weet je waar ik mij gewoon enorm voor schaam als Nederlander? Dat nog geen enkele Nederlandse bewindsman op de ramplek is geweest. Hoe gênant kan het zijn? Dus om je dood te schamen. Mee eens met de Omtzigt? Is dat iets om je voor dood te schamen? Ik zou er naartoe gegaan zijn. Ja. Als ik in het kabinet zat. Maar wat ik veel belangrijker vind, is die waarheidsvinding. Er wordt gedaan alsof dat heel ingewikkeld is. Dit was een oorlog waar aan de ene kant de VS zat en aan de andere kant Rusland. Tuurlijk. Beide landen gebruiken alle satellietbeelden die ze hebben, alle radarbeelden, alle afluisterapparatuur die ze hebben. En na 1,5 jaar blijken we geen enkele radargegevens, geen primaire radargegevens over de MH17 te hebben. Dat woord valt steeds. Even nog voor de duidelijkheid, helemaal wacht. Primaire radargegevens. Je komt net thuis en je schakelt tv. En denk, hebben die hier het over primaire radargegevens? Wat zijn het ook alweer? Je primaire en secundaire radar. Primaire radargegevens is dat wat je op school leert dat radar is. Dus je zendt straling uit en dat weerkaatst op objecten. En je weerkaatsing neem je op. En als er iets weerkaatst, dan zie je dat dus op je scherm. En na een vliegramp krijg je die gegevens altijd, als je wil, in te zien.
Sterker nog, toen wij vroegen, noem ons één andere vliegramp de afgelopen 10 jaar in Europa waar de primaire radargegevens beschikbaar waren, zei de regering, die zijn, dat kunnen we niet noemen. Dus die zijn er altijd. Behalve bij deze. En op een primaire radar, daar zie je de brokstukken vallen. Daar zie je dus of er een ander vliegtuig in de buurt was. Dan weet je het helemaal zeker. Maar heel belangrijk, je kunt waarschijnlijk, als je, moet je de radarbeelden opnieuw in de ruwe vorm zien, kun je ook de raket zien vliegen. En als je de raket ziet vliegen, weet je ook waar die vandaan komt. Dus houdt iemand iets onder de pet. En dan weet ik wel dat het speculeren is, maar als het zo lang duurt, word je ook ongeduldig. En dan denk je, ja, waarom zou iemand daar, wie heeft daar het meest belang bij om iets onder de pet te houden? Nou, zullen ze vast uw gedachten over laten gaan. Zullen ze even aflopen. De Russen hadden de primaire radargegevens, hebben ze op 21 juli getoond. En hebben achteraf gezegd, volgens de OVV, de Russen hebben een andere lezing, dat ze ze gewist hebben, omdat ze, juist de onderzoeksraad, omdat het over Oekraïne was en niet over hun eigen grondgebied. Nou ja, ze wisten dat ze ze moesten bewaren. De Oekraïners zeiden eerst dat alle radars in onderhoud waren en hebben 3 maanden geleden eindelijk dat verhaal veranderd in de radars waren stuk. Toen we aan de OVV vroegen, hebben jullie de logboek ook gezien van de radars? Die moet je bijhouden. Kregen we geen antwoord of die er waren. Ja. Het is namelijk wel heel toevallig als ze allemaal in onderhoud zijn. John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, zei vlak na de ramp, en wel 5 keer, vlak na die aanslag, wij hebben het vliegtuig van de radar zien verdwijnen. En als je het van de radar ziet verdwijnen, heb je radarbeelden. Toen wij aan de OVV vroegen, heeft u de radarbeelden opgevraagd? Zeiden ze ons vorige maand, nee, we hebben geen radarbeelden in de VS opgevraagd. VS, Rusland, Oekraïne, allemaal radarbeelden, maar ze staan ze niet af. Nee, maar wat zit erachter? Nou, waar het om gaat, ik noemde net het gênante feit dat er nog geen bemisman op de rampplek is geweest. Dat heeft allemaal te maken, ook dit voorbeeld wat Pieter noemt, over dat je geen goede public diplomacy bedrijft. Als je zegt dat je alles doet voor de nabestaanden en dat je de onderste steen boven wil hebben, dan zul je ook in je onderzoek, waar wij al bijna 2 jaar mee zoet gehouden worden, dat dat de driving force is om de Russen uit de wind te houden, dan zul je alles moeten doen om te laten zien dat je dat onderzoek ook belangrijk vindt. En dat je alle stappen zet, ook de extra stappen, om de feiten op tafel te krijgen. En wat zien we? Mensen die uit luxe vragen, nou, die beelden hoeven we niet. Met andere woorden, maar met een beetje meer druk had je die radarbeelden wel degelijk losgekregen, die primaire radarbeelden? Nee, alleen al voor de nabestaanden moet je die stappen zetten. Nog even los van of je het juridisch gaat dichttimmeren. Als je tenminste echt wint dat je het voor de nabestaanden doet. Ja, natuurlijk. Of maar doe je het alleen om je politieke hachie te redden? Nou, is dat laatste, is het zo cynisch? Dat kan ik niet beoordelen. Ik ga ervan uit dat de opsporingsautoriteit en de regering alles doet om het te doen. Maar wat ik zeg, je kunt pas na afloop kun je een conclusie trekken of het goed gegaan is of niet. Dus ik haal al die conclusies nog even hier. Maar even afbellen. De rampplek is gecontamineerd. Er is doorgevochten. Het duurde maanden voordat we de wrakstukken naar Nederland konden vervoeren. Ooggetuigen zijn onder druk gezet. Nou ja, dan is het enige andere bewijsmateriaal als radar- en satellietbeelden. De kans dat je die niet zou willen hebben lijkt me buitengewoon klein. Het is prettiger om een dubbele bewijs te hebben dan geen bewijs. Natuurlijk. Het is echt een heel raar. De mensen die ik spreek, die denken allemaal van, als het er is en je weet dat het bestaat, en we weten zelfs precies welke satellietbeelden er waren, en er waren ook infraroodsatellieten die kunnen door wolken heen kijken, want het was bewolkt, dus gewone satellieten heb je er wat minder aan. Je weet dat ze zeggen dat ze radarbeelden hadden. Ja, dan doe je in ieder geval alles om ze te krijgen. En die moet je ook binnen weken boven tafel krijgen. Dan moet je niet na 18 maanden mee zitten. Nu waren het toch veel mensen, juist nabestaanden, op die publieke tribune die dit debat ook volgden. En die zagen een felle premier. Die bewonderde juist standvastigheid. Die zeiden zelfs ook na afloop, ik keek naar hem en daar waren we eigenlijk wel door gerustgesteld. Want we hebben het idee dat hij echt serieus meent dat hij de onderste steen boven wil krijgen. Is het naïef om dat te denken? Wat ik zeg, dat zullen we aan het eind gewoon moeten vaststellen hoe dat gaat. Ja, maar aan het eind, dat kan dus over, hoe lang kan dat nog? Komt helemaal geen onderste steen boven. Dat kan over jaren zijn. Er komt geen onderste steen boven. Waar hebben we het over? We weten wat er gebeurd is. We weten dat er Russische installaties waren. We weten dat het een boekraket was. We weten uit welk gebied het was. Wat wil je nog meer weten? Welke minister van Defensie erbij betrokken was? Welke president erbij betrokken was? Nou, bijvoorbeeld, ik kijk naar hoofdofficier Westerbeker. Die zegt, de kans reëel te achter dat daders, ik citeer hem, en dan liefst zo letterlijk mogelijk, dat de daders uiteindelijk voor de rechter zullen komen. Gaat dat uiteindelijk ook gebeuren? Ik begrijp niet waar de beste man het vandaan heeft. Er komen geen daders voor de rechter. Misschien komt er bij verstekken misschien een veroordeling. Maar er zullen geen echte daders voor de rechter komen. Daar heeft Poetin geen enkel belang bij. Dat heb ik hier een paar weken geleden ook al gezegd. En er is geen enkele reden om daar nu iets anders over te vinden.
Er zal misschien een showproces komen en er zal misschien iemand voor zijn leven worden afgekocht. Dat zal denk ik niet gebeuren zolang Poetin nog in het Kremlin zit. En de rest is allemaal bijzaak. Dus dan heb je ook helemaal niets aan een... hij wordt vaak de terrier genoemd in de Tweede Kamer. Vanaf het begin is het vastgebeten in het onderzoek. Hij doet zijn werk. Maar dat wil nog niet zeggen. En ik hoop ook dat hij daarin slaagt. Is het zinloos werk? Nee, want het is wel iemand. We hebben wel iemand nodig die de regering in de nek blaast. Ik stel maar als je zegt, er komt toch niks uit, waarom zou je in de nek blijven? Ja, dat is mijn persoonlijke mening. Die baseer ik overigens ook op wat ik hoor in de kringen van de Nederlandse en Europese topdiplomatie. Vanavond nog sprak ik iemand die zei, het is voorbij, we hebben het verprutst in de eerste 4 dagen. En wie was dat? Naam kan ik niet noemen. En maar de positie? Ik heb op zeer hoog Nederlands niveau. En ik heb dit ook al vaker gezegd. Ik denk dat wij de wedstrijd niet goed gelezen hebben. Wij waren in de voorgeschiedenis al afwezig. Omdat wij de Russen uit de wind hebben gehouden. In het Nederland-Rusland jaar. Op de eretribune van de Olympische Spelen. Het biertje van de koning met Poetin. Ben van Beurden, topman van Shell. Die zich liet filmen lachend met Poetin. Er is Nederland dat zelfs na de inname van de Krim door Poetin tegen extra sancties was voor tegen Rusland. En menselijke wijs zou je zelfs nog kunnen zeggen, het was niet zo gek dat deze mensen op 17 juli niet meteen de knop konden omzetten. Nee. Ik heb op 18 juli gezegd... Dat ben ik niet met je eens. Pieter? Want Nederland had natuurlijk... Ik probeer begrip op te brengen voor de angst Nederland, en lafheid van de Nederlandse regering. Nederland had de unieke positie dat ze dat onhandige biertje gedronken hadden in Sochi. Dus kennelijk kon er tussen de Nederlandse top en Poetin konden ontmoetingen geregeld worden. En in mijn beleving had in de eerste weken had of Rutte of Timmermans had naar Lavrov of naar Poetin moeten vliegen en moeten zeggen van, ben je het met me eens dat die ons systeem boven moet komen? En betekent het ook dat je alle spullen nu bewaart en dat je meehelpt in dit proces? Dat zou maar niet gebeuren, Frans Timmermans heeft zijn Russisch niet voor de Russen gebruikt. Nee, maar dat is dus wel heel raar dat dat niet gebeurd is. Want we vliegen dus wel naar New York, terwijl je op dat moment eigenlijk Poetin en Poroshenko, daar moet je naartoe gaan. En moet je zeggen van, jongens, ik wil van jullie. Maar dan wordt het toch eindelijk wel tijd om te speculeren. Want anders duurt dit nog jarenlang. En daar gokken zij natuurlijk ook op aan de andere kant. Van nou, die Pieter Omtzigt is een terrier, maar die durft niet te speculeren. Dus die houden nog lekker 3 jaar aan een lijntje. Tot die doodmoe is en weer wat anders gaat doen. Of misschien weer een andere positie. En misschien wel uit de Kamer is. Nou, dat is vaker geprobeerd, maar dat gaan we dus niet doen. Een ander verhaal. Laat zo zeggen, ik ben volgende keer gewoon kandidaat. Dus zelfs als het kabinet valt, blijf ik, als het aan mij ligt, erin zitten. Dan is het altijd aan kiezen. Maar we gaan hier wel mee door met die vragen stellen. En nee, ik kan het in mijn eentje niet boven tafel krijgen. Maar kijk, als je een rechtsstaat hebt en er worden 200 van je burgers omgebracht door een oorlogshandeling, en ik weet niet of het met opzet of per ongeluk gebeurd is, maar er is een raket geschoten op een verkeersvliegtuig, en dat is vrij duidelijk dat dat niet mag. En als je daar de onze steen niet boven haalt, dan moet je afvragen wat maar je van de Roer zegt, het kan niet. En de hoofdofficier zegt die Westerbeker, die kan ze wel reëel achter. Maar ik heb geen idee waar die het vandaan had. Denkt u dat Westerbeker ook zomaar wat zegt? Of heeft hij misschien, is dit een reële opmerking? Dat kan ik nu niet inschatten. Ook dat niet? Nee, dat is natuurlijk het hele nadeel. Kijk, bij de OVV mocht ik geen vragen stellen over het onderzoek, terwijl het onderzoek bezig was. En toen het onderzoek afgerond was, zeiden ze, ja, nu willen we niet meer om de radarbeelden vragen. Nee. Daar was het al lastig. Maar bij de OVV is nog een normaal onderzoek naar de oorzaak. Een strafrechtelijk onderzoek, met de trias politica's en alles wat we hebben, kan ik natuurlijk als politicus helemaal geen deur openmaken. Nee. En zeggen van, hoe staat het ermee? Moet ik ook niet willen. Dus daarom moet ik daar ook gewoon enige afstand toe bewaren. Maar welk middel is er nog wel om op redelijk korte termijn, als ik deze term toch mag gebruiken, toe te slaan? Waarmee dan? Op korte termijn zijn er niet. Waarmee toeslaan? Nou ja, te zorgen dat die onderste steen wel degelijk boven komt, want hij gelooft we hebben ook geen middelen. De ambassadeur zal niet teruggeroepen worden. We gaan geen nieuwe sancties op kunnen leggen in Europa. Want hebben we geen middelen? Nee. We hadden wel de middelen toen ik 2 maanden geleden zei. Ja. Dat betekent dat we de Europese Unie erachter moeten zetten om zowel druk op Oekraïne als Rusland te zetten. En ook op de VS. Om in ieder geval die radarbeelden gewoon publiekelijk te vragen met 28 landen. Dan heb je op beide landen best een drukmiddel. Hoe verder je overigens van het neerschieten van de MH17 in de tijd komt, hoe minder Nederland de sympathiefactor heeft. En aan het begin, die eerste paar weken, had je een
kon je acteren op het hoogste podium? Kon je naar de Veiligheidsraad en allerlei dingen? Dat kan nu veel minder. En als Nederland niet bereid is om dit met andere landen, met die andere 28 landen, België, maar het Verenigd Koninkrijk, waar nog wat slachtoffers kwamen, en Duitsland, en dat dan binnen in Unieverband te doen. Als je dat niet doet, in je eentje ga je het niet redden. Ik denk dat Rutte heel goed weet dat hij de andere lidstaten daar niet meer in meekrijgt. Om nog nieuwe sancties tegen Rusland op te leggen of wat dan ook. We hadden natuurlijk in die eerste dagen hadden we een top moeten beleggen. We hadden wel degelijk op hoog niveau moeten afreizen naar Moskou. Ik sprak een hoge Duitse diplomaat. En ik zei, hoe vindt u dat Nederland dat gedaan heeft? Toen zei hij heel diplomatiek, heel goed. En toen zei ik, wat zou uw eigen land hebben gedaan? Toen zei hij, hij verstrakte totaal. Hij zei, diezelfde avond waren wij nog op minstens op ministersniveau naar Moskou afgereisd. Dat had het Duitse publiek van ons verwacht. Zo kan het ook. Zeggen, ja, laten we zeggen, de skepsis blijft overheersen in dit gesprek. Heren, mag ik jullie beiden hartelijk danken. Hartelijk dank. En straks, hoe lang blijft dit nog muziek alleen voor de elite? Nou, niet lang meer, want opera moet voor iedereen zijn. Dat vindt Ernst Daniel Smit en hij zit hier straks aan tafel. Tot zometeen.